COVID-19 verpleegkundigen van verschillende ziekenhuizen hebben vanmorgen een petitie ingediend bij vicepresident Ronnie Brunswijk. Saskia Daro, die namens haar collega's de petitie indiende, gaf aan dat de frontliners niet correct worden behandeld. Wij eisen dat er beter gecommuniceerd wordt met ons als verpleegkundigen. Wij willen graag op één lijn zijn met de leidinggevende en niet dat wij zaken opgelegd krijgen, benadrukte de verpleegkundige. Het gaat erom dat bij het begin van de COVID-zorg zijn we benaderd geworden. En er is dan toen afgesproken dat er 2 diensten gedraaid zullen worden. De 7-7 diensten. Maar we zijn tot verbazing vorige week geconfronteerd geworden dat we terug moeten gaan naar de reguliere ziekenhuisdiensten. Wat helemaal niet gaat werken binnen de COVID-zorg. Toch? Omdat wij... vanwege ook minder mensen binnen de COVID-zorg, zullen we dan niet uitkomen met 3 shiften. En we worden niet gehoord, zaken worden niet met ons besproken. Het wordt ons alleen maar opgelegd dat dat zal moeten gebeuren. Terwijl bij het begin werd er gesproken, we werden uitgenodigd. Maar nu, er is niet eens een evaluatie gekomen om te weten van hoe is het gegaan de afgelopen maanden dat jullie dat werk hebben gedaan. Hoe zit het allemaal in elkaar? In plaats daarvan worden we ermee geconfronteerd dat we per ingaande 15 september terug moeten gaan naar de 3 reguliere diensten. Daro geeft verder aan dat de verpleegkundigen niet begrijpen waarom er abrupt is besloten weer over te schakelen naar de reguliere diensten. Op de vraag waarom er voor de vicepresident is gekozen en niet de minister van Volksgezondheid, zegt de verpleegkundige dat via de VP het probleem sneller behandeld kan worden. Omdat wij vinden, we slaan geen mensen over, maar we denken dat we, wanneer we bij de VP komen, dat zaken gelijk besproken kunnen worden en dat we niet een langere weg moeten hoeven te volgen, want het gaat om 15 september. We verwachten dat we ook beter gewaardeerd worden en dat men ons niet in een hoekje drukken, maar dat men ook anders naar ons kan opkijken. Want per slot van rekening zijn wij de frontliners. Wij zijn er om zorg te bieden. En zoals iedereen weet, niet iedereen staat open om zorg te gaan verlenen aan de COVID-ers. En wij hebben ook onze gezinnen. We hebben ook ons sociaal leven, die we helemaal hebben omgebouwd om de zorg te bieden. Dat wat maakt dat je niet makkelijk kan zeggen dat je 1, 2, 3 overstapt naar 3 diensten. Verpleegkundige Saskia Daro zei het vanmorgen samen met enkele collega's van verschillende verpleeginstellingen een petitie ingediend bij de vicepresident Ronnie Brunswijk. De verpleegkundigen eisen een concreet antwoord waarom de huidige reguliere diensten abrupt worden omgewisseld naar de standaard shift diensten.